grondbezetters is levensgevaarlijk. Zo ondervindt ook de man van Maria da Costa, vakbondsleider José Dutra da Costa. Hij komt in opstand tegen groot grondbezetter Décio Núñez. Foi do encontro dele na frente da minha casa e foi executado com 3 tiros, meu esposo. Op de dag dat deze nieuwe boswet, althans door het parlement aangenomen werd, werd een echtpaar dat gewoon verkondigde dat je het regenwoud op een duurzame manier kan beheren. Die werden dus vermoord, in een hinderlaag gelokt en vermoord. Dat geeft gewoon aan.